Goed, 22 november is het 50 jaar geleden dat JFK werd vermoord door Lee Harvey Oswald. Althans, dat denken we. Maar in de jaren daarna zijn er tientallen complottheorieën naar buiten gebracht. En daarover gaan praten met Maarten van Rossum. Waarom eigenlijk al die complottheorieën? Waarom is dat juist daar zo ontstaan? Wat ik daar straks al zei, is dat het zo'n verbijsterende gebeurtenis was. Dat men zocht dat het hele idee dat een halve zool als Oswald, die nooit ergens voor had willen deuren, dat min of meer op eigen houtje had ondernomen, dat eigenlijk een onacceptabele gedachte was. En dat er dus meer achter moest zitten wanneer de Amerikaanse president vermoord was. Allerlei belangen, niet waar, dat zouden dan de belangen zijn vertegenwoordigd door in die samenzweringstheorieën. Want we hebben een hele reeks van theorieën. Dat is ook wel vermakelijk weer, dat de verschillende aanhangers van de verschillende samenzweringstheorieën het weer onderling totaal niet eens zijn. Dus er is helemaal geen consensus gegroeid waaruit duidelijk zou blijken dat Oswald het niet heeft gedaan. Nee, ze hebben alleen maar herrie met elkaar gemaakt eigenlijk over wie het nou eigenlijk gedaan zou hebben. En er was beeld, hè, van de moord. En je hebt het zogenaamde Zapruder-filmpje. Ja. Laten we er even naar kijken en misschien kun jij dan tegelijkertijd vertellen wat we zien of wat we niet zien. Kun je uitleggen waarom dit filmpje zo belangrijk is, Maarten? Ja, omdat het enige beeld is waarop duidelijk zichtbaar is dat Kennedy tweemaal wordt getroffen. Er is driemaal geschoten. Het eerste schot was, naar mijn aan, ik mis. Kijk, nu is hij al in zijn rug getroffen. Dat was de tweede kogel. En dan zie je die explosie waarbij je al dat bloed ziet wegspatten en die schedeldelen. Dat is het derde schot wat dodelijk was. Waarschijnlijk onmiddellijk dodelijk. Er wordt over dat Zapruder-filmpje is ook veel te doen geweest. Bijvoorbeeld dat er fragmenten uit het filmpje gehaald zouden zijn en zodat wat we hier zien niet alles is wat er is gebeurd. Dat is ook wel vrij komisch dat de verschillende aanhangers van de verschillende theorieën het totaal niet eens zijn over de aard van het Zapruder-filmpje. Dus er zijn mensen die zeggen, ja, dat is gemanipuleerd door degene die erachter zitten. Maar er zijn ook mensen zeggen, nee, juist het Zapruder-filmpje is een bewijs te meer voor het feit dat er iemand van de Grassy Knoll, dat is dat heuveltje wat daar rechts is, is geschoten. En het Zapruder-filmpje is onderzocht door een Kodak, man van Kodak. En zegt, nou, dat is helemaal niets aan gebeurd aan dat filmpje, dat is legitiem. Maar ja, dan begrijp je dat de samenzweringstheorie, mensen zeggen, ja, dat zeg je wel, maar die man van Kodak, dat is ook eigenlijk een agent van de CIA. Hij sprak ook Russisch en had ook de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst, heeft daar ook een rol in gespeeld. Nou ja, dat is heel typisch voor de samenzweringstheorie, dat als je bezwaren maakt, dat ze onmiddellijk vluchten in een verbijsterende complexiteit, waarbij in feite tientallen personen bij de zaak betrokken zijn geweest. Laten we eentje nemen waarbij de zogenaamde zwervers betrokken waren. Ja, de zwervers is een bekend issue. Zijn die mannen uitgebreid gehoord later, deze drie zwervers? Nee, die lui zijn verdwenen. Maar hier zie je een fenomeen dat niemand weet wie het waren. En daar wordt dan van alles ingelezen. Het is een soort van hinein interpreteren op een soort superschaal. Want we weten niet wie dat waren. En het probleem met dit type van gebeurtenissen is dat achteraf alles betekenis lijkt te hebben. Alles. Wie je ook maar ziet lopen op dat plein, of je wel of niet een zondebegrond bent. Alles is uiteindelijk onderdeel van dat enorme raamwerk van de samenzwering. Maar het is op zich natuurlijk opmerkelijk dat die mensen deze niet man bijvoorbeeld die dit verhaal vertelt, want jullie hebben dat nou een beetje een stukje uitgeknipt. Dit is ook iemand die meent dat hij een belangrijke CIA-officer erbij ziet lopen, die eigenlijk ondertussen, je ziet het niet zo op de foto, een knipoogje geeft aan die drie zwervers die eigenlijk ook CIA-agenten zijn. En dat kun je zien omdat ze een heel licht glimlachje op de lippen hebben. En nou, zo wordt er een soort constructie gemaakt. Het is een beetje zo'n pop-up boek, weet je wel. Dat je een blad zet, hoppee, en daar verschijnt een enorme samenzwering. En waarom zou de CIA betrokken willen zijn bij de moord op de president? Ja, dat is al een hele dubieuze zaak natuurlijk, maar dat zou kunnen samenhangen. Er zijn allerlei redenen waarom de samenzwering zou zijn georganiseerd. En de CIA, er is bijvoorbeeld de theorie, dat zie je ook in die film van Stone. Het hele misleidende, levensgevaarlijke klote film. Maar mensen laten zich makkelijk manipuleren. Ja. Dat is het idee dat Kennedy eigenlijk een eind wou maken aan de Vietnamese interventie, maar dat er grote belangengroepen waren, Pentagon, CIA, die daar niks voor voelden, die vonden dat een heel nuttige zaak. Al is dan weer het probleem dat de CIA, een van de weinige dingen waar de CIA tegen was, was nou juist de interventie in Vietnam. Maar je hebt natuurlijk ook de theorie dat de Russen erachter zaten.
En je hebt de theorie dat de maffia erachter zat. En je hebt de theorie dat de pro-Castro krachten erachter zaten. Je hebt de theorie dat de anti-Castro groepen erachter zaten. Dat zijn die lui van de varkensbaar. Hè. Die kennen die had laten stikken in die varkensbaar. En dan is er natuurlijk de Macbeth-theorie. Dat Lyndon Johnson dit allemaal op... Hè. Het is in Texas, het is in Dallas. Want Lyndon Johnson wilde gewoon zijn opvolger worden. En dan mocht deze man even uit de weg geruimd. Ja, maar is een van die zwervers is toch later nog een keer door Peter R. de Vries gesproken? Ja, dat is dat inderdaad zo. Ja, nee. Iemand die erop leek en die beweerde dat hij een van de zwervers was. Maar er wordt in die film geen schijn van een bewijs aangevoerd. Dat hij ook daadwerkelijk een van de zwervers was. Er is nog wel een andere... Neem nou die theorie over die schoenen. Ik weet niet of jullie weten... Er zijn ook allemaal mensen die zeggen... Ze zien er toch helemaal niet uit als zwerver. Nou, ze zien er nog slordiger uit dan ik. Dus je kunt rustig zeggen dat ze er toch vrij lullig uitzien. Er is nog een andere Nederlander die ook bij een van de complottheorieën betrokken is. En dat is de Willem Oltmans zalige nagedachtenis. Laten we even kijken wat hij er zelf over vertelt. Onze chef fabulant. En toen Oswald terugkwam in de Verenigde Staten, was het contrast tussen de samenleving, dit is wel exclusief hoor, dus het contrast tussen de samenleving in de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten heeft Oswald blijkbaar tot schokkende daden bewogen, in samenwerking met een aantal andere mensen. Het is heel duidelijk dat Oswald in de hoek van Cubanen, die anti-Castro waren, de contacten heeft gelegd om president Kennedy in een kruisvuur te nemen. En hij is van twee kanten, dus dat is allemaal erg duidelijk nu. De man die met Oswald de schoten heeft gelost, leeft hij nog, naar u weet? Jazeker. Jazeker. Dat is niet één man, dat is een club, het is een team geweest. En, hoe groot was het team? We denken vier, maar één weet ik er zeker, heb ik ervan gevonden. Ja. Het is een unieke komediant, dat moet je toch toegeven. Hij had wel altijd relaties waarvan je dacht, hoe krijgt hij het van elkaar? Maar... Ja, Sukarno en zo, we weten dat natuurlijk allemaal. Hier kletst hij maar en het raakt. Er is ook een fameus stukje film waarin hij zegt van ja, ik weet precies wie het gedaan heeft, maar ik ga jullie dat niet vertellen. Want ik heb vandaag nog een onderhoud met president Carter en die moet als eerste geïnformeerd worden. Bij mijn weten heeft die Carter nooit geïnformeerd, had niet de flauwste idee wie dat eventueel zou kunnen hebben gedaan. Ik denk dat je nog een onderscheid moet maken. De brede consensus, zeker onder serieuze onderzoekers, is nu toch wel dat Oswald het in zijn eentje heeft gedaan. Maar dan blijft natuurlijk nog de vraag, waarom heeft Oswald het gedaan? Hij had de Russische achtergrond, hè, geloof ik. Hij heeft een aantal maanden in Rusland gewoond. Dan had hij ook een vrouw opgepikt en hij is tenslotte weer teruggekomen naar de Verenigde Staten. Ja, via Rotterdam, begreep ik. Ja, dat heeft een aantal dagen nog in Rotterdam. Dat wist ik niet, maar Rotterdam, dan weten wij dat er een hele... Ik zou denken dat burgemeester Thomas hier ook iets mee te maken heeft gehad. Dat zou mij niet verbazen, wil ik gezegd. Ik weet niet wie er toen burgemeester van Rotterdam was, by the way. Het zal Thomas geweest zijn, schat ik zo. Je moet dus... Dus nogmaals, de brede consensus van serieuze onderzoekers is nu dat Oswald het in zijn eentje heeft gedaan. Het zijn drie schoten. Hij heeft drie keer geschoten met dat geweer. Twee van die schoten waren geraakt. Er zijn allerlei speculaties. Had hij het kunnen doen in zo'n korte tijd? Ja, dat kan. Kon hij behoorlijk schieten? Ja, dat kon hij. Dat had hij geleerd toen hij nog in de Marines is geweest. En nogmaals, ik heb daar gestaan op die plek. En het eerste wat je denkt als je daar staat en naar beneden kijkt, is 70 meter van die plek, daar dat kruis. Is God, dat had ik ook wel gekund. Ja. Dat had ik daar in dat filmpje ook. Ik was er eigenlijk. En dat komt omdat dat Dealey Plaza altijd, laten we zeggen, groothoekig gefilmd en gefotografeerd wordt. En als je er bent, zie je dat het eigenlijk een vrij compacte ruimte is waarin dit hele drama zich heeft afgespeeld. Ja. En dan is dus de vraag, wie heeft, is het dan zo dat Oswald de bekende Lone Wolf is, de geschifte man van tussen de 25 en de 45, waar we er natuurlijk altijd hele grote groepen van hebben die verschrikkelijke dingen doen. Of is die inderdaad beïnvloed door... Bijvoorbeeld Cubanen, dat zou kunnen, omdat hij toch... Het was de tijd dat er spanning rond Cuba was. Ja, als je de persoonlijkheidsschets van Oswald leest, dan zou ik zeggen, dit is een klassiek geval van de lone wolf, van de gestoorde man die eigenlijk alles fout heeft gedaan wat je in een leven fout kunt doen en die dan tenslotte besluit, ik ga een daad stellen. Hij had al iemand geschoten, zeker generaal Walker. In een paar maanden daarvoor had hij bijna geraakt, maar niet. En nu zag hij dus dat de president voorbij het Boekenpaleis kwam waar hij werkte, notabene.
Maar ja, goed, hij is dan ook weer vermoord. Dat wekt, dat maakt het ook nog weer groter, dat gedachte. Ja, want Jack Ruby dreef een shady nachtclub en die had weer maffiacontacten. Dus je begrijpt, boink, daar gaan de bellen weer rinkelen en het licht weer branden. En ook bij Jack Ruby ben ik geneigd om te zeggen, ook van laat ik een daad stellen, dat is nuttig, moordenaar van de president, dan dat straalt ook op mij af als ik die heb doodgeschoten. Jij ziet het als een aaneenschakeling van onbenulligheden en toevalligheden. Ja, en ik denk dat dat juist ook leidt tot de samenzweringstheorieën. Omdat dat eigenlijk zo onacceptabel is dat die man daar op die plek op een zo simpele manier is doodgeschoten. Ja. Overigens hebben ze de auto uitgewassen, met de tuinslang mag je aannemen. En die is gewoon al 3 jaar gebruikt. De auto waarin Kennedy zat toen hij vermoord werd. Hij is te bezien in het Ford Museum in Dearborn. Kan iedereen die in de gelegenheid is om te kijken, ga even kijken. Er zit een wonderlijk klein gaatje op de achterbank. Je hebt gerookt toen je erin zat. Wat mij direct opviel, maar volgens de deskundige had dat er niks mee te maken.